Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein. En in deze video geef ik je 3 zeer sterke tips over hoe je emotionele aantrekkingskracht kan creëren en opwekken in het contact met een man. Jawel. Ik kreeg laatst namelijk een mail van een van de lezeressen. Mocht je het namelijk niet weten, we schrijven ook artikelen op mannenbrein.nl waarin je alles kan vinden over daten, relaties en mannen. Maar goed, een van onze lezeressen die stuurde me dus weer een mail. En ik heb de naam veranderd in verband met privacy, of course. Maar zij schreef het volgende. Mijn naam is Nicole. Ik ben 35 jaar en ik heb een probleem. Ik ben bang dat ik nooit meer echte liefde vind. Ik weet dat het dramatisch klinkt, maar ik heb de afgelopen tijd verschillende mannen gedate en steeds leidde het nergens naartoe. Er lijkt wel een vast patroon in mijn datingleven te ontstaan. Ik ontmoet een man, het klikt, we gaan op date, we gaan met elkaar naar bed, we daten wat meer. We lijken elkaar heel leuk te vinden, maar dan verlaat hij me. Terwijl ik altijd hartstikke lief voor die mannen ben. Het lijkt wel alsof mannen mij als perfect friends with benefits materiaal zien, maar ik zoek een man die mij als relatiemateriaal ziet. Wat doe ik fout? Ja, dit is een heel vervelend probleem waar ontzettend veel vrouwen mee kampen. Je ontmoet een leuke man en het gaat allemaal heel goed, maar op de een of andere manier blijft het contact een beetje aan de oppervlakte en heb je het gevoel dat hij zich nooit helemaal voor jou opent. Misschien heb jij ook wel regelmatig contact, leuke dates en goede seks, maar daar blijft het bij. Je blijft hangen in dat hele casual dating gebeuren, hoe het ook mag heten. Maar je wil juist naar dat relatieniveau. Alleen op de een of andere manier lukt het je niet om een diepe connectie met die man te krijgen. Waar het dan vaak aan schort is de emotionele aantrekkingskracht. Oftewel, de aantrekkingskracht, vooral de fysieke aantrekkingskracht, die is er wel. En dan kan je hartstikke knap en leuk vinden. Maar het mist die diepere emotionele laag. Hier vertel ik zo dadelijk meer over. Nu denk je misschien bij jezelf van, emotionele aantrekkingskracht opwekken. Dat klinkt nogal ingewikkeld. Maak je geen zorgen. Gelukkig steken we bij Mannenbrein namelijk behoorlijk wat tijd in het leren over relaties tussen mensen. En met behoorlijk wat tijd bedoel ik inderdaad, we zijn hier elke week mee bezig. Elke dag en elk uur. Ja. Dat is wel heel veel, Matthijs. Ja. Ik heb inderdaad geen leven. Maar goed, daar kan jij nu handig gebruik van maken. Want in deze video ga ik je dus 3 eerlijke tips geven voor hoe je die emotionele aantrekkingskracht kan opwekken. En blijf kijken tot tip 3. Want daar leg ik je precies uit hoe je een man dan zo kan aantrekken. Zonder dat je spelletjes moet spelen of allerlei trucjes moet gebruiken. Dus als je er klaar voor bent, dan gaan we naar de eerste tip. Tip 1. Hoe je van een klein vonkje een gloeiend hete steekvlam maakt. Om deze tip goed uit te leggen, verzoek ik je eventjes naar een clip te kijken. En die clip komt uit een film met Tom Hanks. Wat zien we? De beste man die probeert vuur te maken door 2 stukjes hout in een rap tempo tegen elkaar aan te wrijven. Eerst heeft hij maar weinig succes, maar na verloop van tijd ontstaat er een klein smeulend vuurtje. En uiteindelijk heeft hij een enorme gloeiend hete vlam. Zo werkt het nou ook precies als je emotionele aantrekkingskracht wil opwekken bij je man. Deze vorm van aantrekkingskracht heeft namelijk tijd nodig. Kijk, fysieke aantrekkingskracht, dat kan je zo opwekken. Hij ziet je en hij voelt het. Emotionele aantrekkingskracht, daar heb je veel meer geduld voor nodig. Zet dus nooit druk op een man. Want ja, hij kan zich wel fysiek al aangetrokken tot je voelen, maar hij heeft dus meer tijd nodig om ook zichzelf emotioneel aan jou te binden. Om ook te voelen dat jij qua persoonlijkheid echt goed bij hem past. Als je dan druk op hem gaat zetten, dan ontneem je hem die kans. Dit werkt dus juist averechts. Onthoud dus, emotionele aantrekkingskracht, dat heeft tijd nodig. En als je die tijd neemt, dan heb je de grootste kans dat een man dit ook ontwikkelt voor jou. En dat brengt ons bij tip 2. En die tweede tip die gaat over de relatiepiramide. Om te zorgen dat er geen chemie tussen jullie ontstaat, dat er emotionele aantrekkingskracht ontstaat, wil je eerst heel goed begrijpen welke lagen er allemaal zijn.
En in deze video zal ik het alleen hebben over de onderste drie lagen. Want die zijn belangrijk om te begrijpen als je wil weten wat emotionele aantrekkingskracht precies is. Die eerste, die onderste laag, dat is een laag mannen waar je gewoon niks voor voelt. Daar heb je geen relatie mee, je hoeft er ook geen relatie mee. Ja, dat zijn mannen die langs je lopen op straat, die je niks doen. Of een man die, waar je al jarenlang mee werkt, een collega van je die je nooit spreekt. Of misschien wel een of andere vent die je aanspreekt bij de bushalte. Dag meneer, dag, dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooi, mooie paal, hè? Paal? Nee, niet deze paal. Die lantaarnpaal. Mooie paal, hè? Oh ja, dat is een mooie paal. Niet alles is verkeerd, hoor, wat ze modern maken, hè? Ik hoop niet dat het de vieze man is die naast je staat te wachten bij de bushalte. In zo'n geval voel je namelijk niet echt niks voor zo'n man, maar is het eerder puur afschuw. Maar goed, we dwalen af. We waren gebleven bij de tweede fase. En die tweede fase, dat is dus de tweede laag van de piramide, een soort categorie kan je het ook noemen. Het zijn mannen waar jij aantrekkingskracht voor voelt. Die man die heeft dan speciale kwaliteiten die jij heel sexy kan vinden. Of hij is misschien wel ontzettend knap waardoor je hem heel leuk vindt. Of misschien heeft hij een hele toffe persoonlijkheid die heel goed bij jou past. Maar dit betekent nog niks, want ondanks dat jij dit allemaal voor die man kan voelen, je kan zelfs een beetje verliefd zijn op dat plaatje wat jij in je hoofd van hem hebt gemaakt, hoeft hij niks voor jou te voelen. En het kan ook zo zijn dat de man aantrekkingskracht voor jou voelt, maar jij dat totaal niet voor hem voelt. Korte onderbreking, ik heb namelijk iets speciaals voor je. Als jij wil weten hoe je een man verliefd op je kan maken, en niet alleen kan maken, maar ook verliefd op je kan houden, zodat hij blijvend bij jou in een relatie wil zitten, klik dan eventjes hier. Ik heb namelijk een gratis rapport voor je geschreven, waarin ik je vertel over de drie schakels in zijn mannenbrein. Klik op dat rapport, dan zie ik je daar. En voor nu gaan we snel weer verder met de video. Bij de derde laag van de piramide, daar ga ik ervan uit dat jullie allebei aantrekkingskracht voor elkaar voelen. Maar dat is fysieke aantrekkingskracht. Dus jij vindt hem aantrekkelijk, hij vindt jou aantrekkelijk. Maar niet alleen dat, jullie hebben ook nog eens een klik. Het draait in deze derde laag allemaal om chemie. Bij deze chemiefase, daar draait het allemaal om wat jullie allemaal gemeen hebben. Of jullie goed met elkaar kunnen lachen. Of jullie houden van elkaars gezelschap. Zelfs na de seks. Maar Matthijs, als er aantrekkingskracht is, dan is er toch ook chemie? Goed dat je het opmerkt, want dat is dus niet het geval. Ik zal je een voorbeeld geven. Misschien heb je wel eens gehad dat je op een feestje bent en je ziet een hele leuke man van een afstand. En je denkt, oh, daar zou ik wel eens een praatje mee willen maken. En op het moment dat je dan met hem in gesprek bent, denk je, hij is toch niet zo leuk als ik dacht. Want je komt erachter dat jullie totaal geen klik hebben. Dus de aantrekkingskracht was er wel, maar jullie hebben geen chemie samen. En dit is ook wat een man met jou kan hebben. Hij kan je fysiek heel aantrekkelijk vinden, maar je persoonlijkheid niet leuk genoeg vinden. En dat is niet per se omdat jij dan een rotte persoonlijkheid hebt. Dat zou nergens op slaan. Hij matcht gewoon niet goed genoeg met jou. Hij voelt die chemie niet. Alleen omdat hij wel fysiek tot je aangetrokken is, zal hij je alsnog aandacht geven. En dit is precies het punt waar heel veel vrouwen de mist in gaan. Want ze denken, oké, deze man geeft me aandacht, hij appt me, hij wil met me afspreken, dus hij vindt me leuk. Maar waar je dan aan voorbij gaat, is dat een man dat ook al kan doen als hij alleen fysieke aantrekkingskracht voor je voelt. Zonder dat hij emotionele aantrekkingskracht voor je voelt. En dat is een belangrijk verschil wat je goed wil begrijpen. En daarom gaan we nu naar de derde tip, waarin ik je precies uitleg hoe je die emotionele aantrekkingskracht kan opwekken. En daar gaan we. Tip 3. Het opwekken van emotionele aantrekkingskracht. Als je mijn video's al wat langer kijkt en mijn artikelen al wat langer volgt, dan weet je dat ik heel vaak spreek over zowel speels zijn als kritisch zijn. Speels kritisch zijn. Je wilt namelijk standaarden hebben voor het gedrag van een man. Je wil grenzen durven stellen. Ik zal dan weer teruggaan naar het verhaal van Nicole dat ik aan het begin van deze video heb verteld. Dan was zij alleen maar speels. En het ontbrak haar dus vooral aan die kritische kant. Ze was namelijk alleen maar lief voor die mannen. Waardoor ze een man geen standaarden geeft om zich naar op te leven. Het komt omdat ze die hele kritische kant niet ontwikkeld heeft. Kijk, iemand die alleen maar lief is tegen ons, ondanks dat wij die persoon zelfs wel shit geven, daar verliezen we respect voor. En niet alleen dat, we hebben ook nog eens niet het gevoel
dat we onszelf ontwikkelen. Want op het moment dat een persoon een standaard voor ons zet en wij hem het beste in onszelf naar boven moeten halen om aan die standaard te voldoen, dan hebben we het gevoel dat we groeien, dat we goed bezig zijn en dat we deze persoon echt voor ons winnen. En raad eens, groei en het gevoel dat je wint staat gelijk aan geluk. Op het moment dat wij als mens het gevoel hebben dat wij ons ontwikkelen, dan ervaren we gelijk ontzettend veel positieve emoties. Blinde liefde zorgt er inderdaad voor dat we bepaalde negatieve emoties bijna niet meer voelen. Ik bedoel, als iemand blind van ons houdt, dan voelen we best wel veel veiligheid. Dan hebben we het gevoel van, oké, ik kan deze persoon niet verliezen. Die hele angst om iemand te verliezen, die is dan weg. Het vervelende daarvan is dat je dan iemand voor lief gaat nemen. En zo'n persoon zal ons nooit dezelfde euforie geven op het moment dat wij ons beste zelf moeten zijn om te voldoen aan een standaard die iemand ons geeft. Dan hebben we namelijk het gevoel dat we die liefde echt verdienen. Maar als we dat gewoon zo vloep in ons schoot geworpen krijgen, dan hebben we niet het gevoel dat we daar moeite voor gedaan hebben. En alles waar we wel moeite voor doen, dat waarderen we meer. Dat gevoel is vele maten krachtiger. En hoe het met Nicole is, is dat de meeste mannen haar dus als een soort leuke kus zien, waar ze af en toe eventjes aan bal kunnen gaan liggen, maar ze zullen haar nooit als serieuze partner zien. Ze zien haar als een tijdelijke veilige haven waar ze wat liefde kunnen halen en waarschijnlijk ook wat seks kunnen krijgen en vervolgens zijn ze weer gevlogen. Een hele bittere pil om te slikken. Ik weet het, dit is een hele nare boodschap. Maar het is wel exact de boodschap die heel veel vrouwen moeten krijgen omdat het hen verder kan helpen. Dus als jij jezelf hierin herkent, voel je dan niet slecht omdat jij je misschien wel liefdevol hebt gedragen naar mannen. Ik bedoel, dat is juist een hele mooie eigenschap. En nu wordt het tijd dat jij ook liefdevol voor jezelf bent. En dat jij grenzen durft te stellen aan mannen. En dat jij een standaard voor hen hebt waar ze zich naartoe kunnen opleven. Dat zorgt er namelijk voor dat hij je serieus neemt en ook emotionele aantrekkingskracht voor jou kan ontwikkelen. En om jou daarbij te helpen, heb ik een artikel geschreven waarin ik je tips geef over hoe je die emotionele aantrekkingskracht kan ontwikkelen. Dus ga naar dat artikel, want daar vind je praktische tips over hoe je emotionele aantrekkingskracht kan opwekken. Dan zie ik je in dat artikel of in de volgende video, want ik ga er wel vooruit dat je inmiddels geabonneerd bent op dit kanaal. Zo niet, druk dan snel die knop in, dan zie ik je namelijk in de volgende video. Maar voor nu, ga nou eerst naar beneden, klik op de link naar het artikel, dan zie ik je daar. Heel veel plezier met al die emotionele aantrekkingskracht die je gaat opwekken met een man. Doei, doei.